Yes, ben je er klaar voor? Ja. Ja. Vergonnense mug maken. Voor het goede doel. Ja. Altijd leuk. Ja, doet hij anders nooit, wilde ik zeggen, maar oké. Okay. Verrassend genoeg gewoon voor zwemmen. Ja, de zus niet aankomen. Nee, dat is ook wel leuk eigenlijk. Ja, maar nee, vandaag gewoon voor zwemmen. En, maar voordat we ons gaan omkleden en erin springen, denk ik dat we even met Tom moeten gaan praten. Nou, daar zijn we dan met Tom en inderdaad, Thijs is een van je broers nog, hè? Dat klopt. Ja, want we gaan dan zwemmen voor het goede doel, zeg maar. En jullie doen dat 24 uur. Dat klopt, 24 uur achter elkaar. Maar natuurlijk niet met ons drieën tegelijk. Ja. Maar we doen dat om het uur afwisselen. Om onszelf een beetje rust te gunnen. Ja. En hoe laat zijn jullie begonnen? We zijn vrijdagnacht 12 uur begonnen, of wel zaterdagochtend. Dus nou 17 uur. Jullie zitten op 3/4, zeg maar, bijna. We zitten nu op, bijna 3/4. Hey, dat was heel snel. Ja, dat lijkt me toch vermoeiende business? Dat aan mijn armen te merken, zeker weten, ja. Behoorlijk. En wie is met dat idee gekomen, zeg maar, om iets te doen sowieso voor een goed doel? Het begint... Wat is het goed doel? Nou, dan gaan we zo over... Het begint bij mijn opleiding. Ik zit op de Sportacademie in Tilburg. Daar krijgen we geleerd om een project te managen. En ik wilde dat groot aanpakken. Ik wilde niet zomaar een wedstrijdje organiseren. Nee, ik wilde daar een goed doel aan koppelen. En ik wilde ook niet zomaar een wedstrijdje van een uur zijn. Nee. Nee, meteen. En heb je er al spijt van? Een beetje. En wat is het goede doel? Want dat is natuurlijk wel belangrijk. Het goede doel is kinderdagcentrum met Stijntje uit Stijn. Het Stijntje is een kinderdagcentrum, inderdaad, wie het zo omzet, voor kinderen met een verstandelijke beperking. Of kinderen inderdaad met een meervoudige beperking. En dan kunnen ze denken aan een lichamelijke of visuele beperking. En eventueel ook nog kinderen met gedragsproblematiek. Wat nog neven de verstandelijke beperking dan nog eens met kunt spelen. Ja. En wat gaan jullie doen met geld? Met het geld, daar zijn we nog niet helemaal uit. Het zal iets sportiefs gaan worden, van in ieder geval afgesproken. Zeg, mag ik even misschien een dom vraag stellen? Nou, domme vragen kennen we niet, zeker wel. Heb je dat wel? Nou, je kent het wel. Daar hebben we dat heel helder. Ja, serieus? Ja, absoluut, absoluut. Alle extra dingen die via BIOS kunnen doen, kennen we niet zonder dit soort initiatieven. En ik noem maar dat je dadelijk al nog het water in gehoord, of niet? Nee, dat is nog niks van gezag, dus ik gewoon niet. Wat is jullie voorbereiding geweest voor dit gebeuren? Thijs. Ja, eigenlijk, we doen al jarenlang wedstrijd zwemmen en ook zitten we bij de triathlonvereniging. Okay. Dus we trainen nogal veel uren in de week. Dus, we gaan het omkleden. Wij halen ook zeker 4-6 minuten. Ja, sowieso. Dan heb jij één baantje gedaan, dus dan komt dat wel goed. Ik denk dat voor ons maar eens genoemd blijft. Ja. Wat ben je aan het doen? Opwarmen. Ah. En ja, nou ja, als je warm bent, dan kunnen we beginnen, toch? Ja. Nee. Niet? Nee. Warmen? Want we gaan dus niet jouw vieze seitje bacteriën hier in het bad doen. Dat hoort niet. Wij gaan eerst onder de douche. Klopt. Ik denk dat ze het hier voor de rest wel geregeld krijgen. Ja, ik wil wel even weten waar het gaat naartoe gaan. Ja. Wat we bij elkaar gezwommen hebben. Ja. Toch? Ja, nou die 30 cent van ons, dat zal het hem ook niet doen. Nee, oké. Okay. Maar laat maar gaan. Ja, we gaan inderdaad wel nog even kijken. Dus voor ons even straks checken bij het steentje wie het door zit. Night swimming deserves a quiet night. Het was niet makkelijk om 24 uur te zwemmen, maar toch hebben we heel wat opgehaald en dat wil ik bij deze overhandigen aan Edith. Alsjeblieft. Nou, geweldig! Kijk het, jongens! Hé,
Hey, dat zijn veel seintjes. Hey, Tom, dat is best wel veel wat jullie hebben opgehaald, hè? Ik stond er zelf ook van te kijken, ja. Ja, behoorlijk wat opgehaald, niet alleen door sponsoren, maar ook door de mensen in de omgeving die zo gul zijn geweest om wat te geven. Ja. Maar laten we het even over jouw armen hebben. Ja. Hangen ze er nog aan? Ze hangen er nog aan, ja, ik stond er zelf ook van te kijken. Ik heb er weinig last van gehad. Dus het ging dat kan niet. Ja, ik heb een beetje zeurende armen gehad, maar dat was echt zo weer over. Ja, terwijl, dat wil ik dan maar even met de kijkers delen. Seitje, want wij hadden een totaal van wat 300 meter samen gezwommen. Dat klopt. En ik geloof dat 250 daarvan van mij was. Dat weet ik niet meer helemaal zeker, maar zoiets zal het zijn. En op 50 meter heb ik spierpijn. Ze heeft dus spierpijn, dames en heren. Hoe voel je je nou zo zelf van binnen? Heb je nou echt zo'n heel warm gevoel of gaat het? Nou ja, ik vond het natuurlijk leuk om zoveel geld te ontvangen. En dan heb je soms wel iets van, hè, had ik het zelf maar. Maar het is nog leuker om het weg te kunnen geven. En daarvoor heb ik het ook allemaal gedaan. Blij met de uitslag. Geweldig. Dat hadden we dus absoluut nooit verwacht natuurlijk. We zijn allemaal heel blij met zulke initiatieven. Maar ja, dit verwachten we dus absoluut niet. Nee. Dat er zoveel opgehaald wordt. Ja, het is toch leuk dat we in ieder geval een poging hebben gedaan om een steentje bij te dragen. Een heel klein steentje, maar goed. Als er nog initiatieven zijn, zeker. Welkom. Kan altijd. Ja, ja. Absoluut. Goed. En dat lijkt me wel een goeie om daarmee af te sluiten. Ja. Toch? Ja. Oké, okay. Wij dus zijn er over 2 weken. Dus, tot dan. Hey, dat is niet delen, met z'n allen delen.